Welkom bij Kim, Kunst in Maastricht. Met deze maand een piano, een band, een muntautomaat, explosieve dans en een film. Elke dinsdag opent Intro in Situ, het Maastrichtse podium voor nieuwe muziek, haar deuren. Rond 8:30 kun je gratis terecht voor een concert. Afgelopen dinsdag luisterden we naar de minimal music band Temco in de werkplaats van Intro in Situ. Kim ontmoette de band tijdens de repetitie. Het standbeeld van Minkeleers op de markt is, zoals we allemaal weten, aan zijn tweede versie toe. We hebben geleerd dat eeuwige vlammen niet bestaan. Alain de Klerk uit Luik bedacht de oplossing om het beeld van Minkeleers toch op het gasnet aangesloten te laten en introduceerde de muntjesautomaat. Wie is Alain de Klerk? En wat gebeurt er met al die ingeworpen euromunten? Karel van Laren en Vanya Rukavina studeerden vorig jaar af aan de Maastrichtse Toneelacademie met een explosieve dansshow. Geïnspireerd door het Aziatische Wirtschaftswunder bedachten deze twee ex-studenten de Bokko-dans. Een vlammend spektakel waarmee ze momenteel over de hele wereld furoren maken. Helemaal aan het eind van deze Kim kijken we naar enkele fragmenten uit de film Die andere Heimat van Duitse kinoveteraan Edgar Reitz. De kroon op het werk van zijn Heimatsaga is nu te zien in Lumière aan de Bogardestraat. Tussen de bedrijven door ontmoeten we Marie-François. Zij is derdejaars pianostudent aan het conservatorium en komende vrijdagavond kunt u haar en andere studenten beluisteren tijdens de Nacht van de Klassieke Muziek. Dit jaar denk ik zijn er 80 ensembles die zullen spelen. En allemaal verschillende kamers hier en dan is er een programma en dan kunnen mensen dus gewoon hier binnenwandelen in het huis en dan naar eender welk concert komen luisteren. En het zijn allemaal ensembles, dus of pianosolo of met cello en viool of een orkest. Het is heel veel verschillende bezettingen of met gitaar en fluit, allemaal verschillende instrumenten eigenlijk. En dat is heel leuk en ieder jaar komen er heel veel mensen naartoe, wat ik wel goed vind. Dat er toch nog interesse is eigenlijk. En ja, het is heel gezellig. Het begint vanaf 8:00 en dat gaat door tot 1:30, half 2 soms. Wat we doen is zo niet van deze tijd. Ja, niet dat het van een andere tijd is, maar ergens past het niet bij hoe het politieke klimaat lijkt. Alles moet hartstikke snel om elkaar en niet te veel geld kosten. En op het moment dat het niet te veel geld mag kosten, is er ook weinig ontwikkelingspotentieel of mogelijkheden. En die hebben we ineens hier wel. We kunnen gewoon aan de slag een weekend lang. We krijgen een sleutel en het is, we zien jullie dinsdag aan bij het concert. En we hebben er hartstikke veel vertrouwen in. En dat doet goed. Ja, dat is toch dat die makershuizen over het algemeen weggevallen zijn. Zo van, ja, hoe creëer je iets als je alleen maar bezig bent met geld verdienen? Ja. Dus dan is je iedere opdracht wat je doet, is omdat je er iets financieel voor krijgt. En nu is dat, draaien we dat eigenlijk om. Zo van, hey, wat willen we maken? We krijgen gewoon een kans om iets te maken. Ja, en dan is ook gelijk de volgende stap, wat Intransito ook al kenmerkt, is als het goed is, als het inderdaad kwaliteit is die je voor ogen hebt, dan ga je zoeken naar waar kunnen we dit nog meer kwijt. En dan hoeft het niet meer ontwikkeld te worden, want dat is hier al gebeurd. Yeah. Be on the one, whatever you do, if you play the melody, da 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 da, because every time you play the melody now it's like, da da, oh there it is. You have to really be on the spot there, because otherwise, yeah, even when it's super tight played, it feels like a crumbling cookie. We'll be right back.
voel me heel op mijn gemak hier, wat eigenlijk een nadeel is. Want op het podium, iedereen bekijkt je, zeker als je solo speelt. Je bent de enige naar waar 200-300 mensen naar kijken eigenlijk. En dan heb je toch zo die druk. Maar langs de andere kant vind ik het ook wel fijn, die druk. Want dan ontstaan er soms heel speciale dingen die je niet doet als je hier zit op je gemak. Want hier, als ik een fout maak, oké, dat maakt niet zoveel uit. Terwijl, eigenlijk op het podium zou dat ook niet zoveel mogen uitmaken, want het draait om de muziek. Maar uiteindelijk, mensen luisteren daar toch naar. En dan die spanning, en soms komt er dan die adrenaline. En dan, als je dan begint te spelen, dan dat gevoel. Die spanning, als er niemand in de zaal hoort, als het muisstil is, dan vind ik echt heel fijn. Ben, au début, si tu veux, je voulais faire une œuvre pour l'Eurofoot. Tu vois, à Liège, il y avait l'Eurofoot de football et près du stade du Standard, je voulais faire une immense sculpture. Tu vois, la sculpture ici fait 6 mètres, mais j'avais proposé de la faire en 25 mètres, tu vois. Donc ce serait 4-5 fois plus haut et je voulais faire une énorme flamme alors qui brûlait. Mais le problème, c'est qu'elle brûlait tout le temps, si tu veux. Et donc, elle n'était pas du tout écologique. Et donc, c'est pour ça que je suis retombé sur le système binaire, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai mis, pour ne pas polluer, j'ai mis juste la flamme pendant une minute. Et donc, c'est là qu'est venu le système de la pièce d'un euro. Et puis, alors maintenant, on a, depuis 2012, on a mis un système de tickets avec de la poésie et un système de tickets gagnants qui renvoie vers la culture. Donc, on a un petit comité, donc on est quelques personnes, des spécialistes de l'art, ici en Belgique et à Liège. Et on décide alors, on va acheter une œuvre à un jeune artiste, on va acheter une vidéo, on va acheter une sculpture, on va acheter une photo. Et donc, au fil du temps, la collection et le comité s'est professionnalisé et maintenant, on a acheté donc 67 œuvres d'art. Donc là, 67 œuvres d'art, donc les petites piécettes depuis 11 ans, plus les entreprises qui mettent des euroflammes, ont permis d'avoir de l'argent pour acheter 67 œuvres d'art. Donc tous les artistes ont été payés, on a acheté, ils nous donnent une œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle rentre dans une collection qui est publique quelque part. Par rapport à ceci, j'espère qu'à Maastricht, on vient d'acheter des œuvres donc à Maastricht. On a fait le premier comité d'achat avec des gens comme le directeur du Bonafonten Musée, avec le représentant de la collection du Leibroer néerlandais au gouvernement provincial. On a fait cette réunion-là, ça s'est très bien passé. Il y a d'autres personnes encore à Maastricht. Et donc, on va maintenant, grâce à Inexis, donc le sponsor qui était avant, qui payait le gaz, est revenu. Maintenant sur le Minkelers et on va commencer aussi à acheter les premières œuvres à Maastricht. Dat het soms moeilijker is om klassieke muziek daarnaar te luisteren, omdat het ook soms gecompliceerde muziek kan zijn. En mensen, ook zo die harmonieën, wat mensen, die geluiden, die tonen, die mensen niet zo goed verstaan of zo. Mensen, in popmuziek is het meestal niet zo'n ingewikkelde harmonie. Meestal is het gewoon 1, 4, 5, 1 of zo.
En daar maken ze dan een tekst over. Maar de basic, de muziek blijft meestal niet zo ingewikkeld. En bij andere klassieke muziek zijn er ook zoveel andere klankkleuren en andere dingen die mensen ook vaak niet gewoon zijn. En als je daar nog nooit eerder naar geluisterd hebt, kan dat ofwel een goed effect op je hebben, dat je denkt, oh wauw. Of een minder goed effect, dat je denkt, maar dat is toch niet zo mijn ding. Oki kiryokuto tanren niyotte shirareteiru ruka wina wanya o shoukai. Soshite, mugen no souzousei to kusoutekina hassou no mochinushi wa nurare kareru. Engi ni, wanya wa kare no kakusareta sainou o midashita. Mata, kareru wa sono video performance ni. Aru hi, Gakuin no tonari no cafe de Otagai kyōretsu na dansu battle de atta. Futari tomo odoroita. Sore kara kessoku o katameta. Kono kiryoku ga bakuha suru aida, karara no mae ni kankoku no kami bokko ga arawareta. Soshite kami wa karara ni ultimate power no megumi o ataeta. あまりにも兄弟だったため、瞬く間に上級レベルに昇格。日本に到着、空想的なショーを披露し、それから速攻有名になった。彼らは大成功を収めたので、心は破られた。そして決めた。 情熱を注いで、みんなを楽しくするべきだ。 Gib das Buch her! Und da auch, nimm's ja noch in Schutz, den Lumbus. Ich wäre froh, ich könnte zum Buch lesen. Gib dich ein Bohr wie ein Indianer, der Flappes. Die Berge
Diese kleinen Kinder sind nicht von uns gegangen, sondern sie sind uns nur vorausgegangen in das ewige Himmelreich. Nennt ihr dat lo dat Himmelreich? Die Hölle ist dat. Keine Schnee in Brasilien. Keine Schnee. Nimmer dieser kalte Winter. Viele von euch sind reich geworden in Brasilien. Reich. Zieh dem fernen Meere zu. Und weit in fremdes Land hinein. Lieb Heimat wohl, vergiss nicht mein. En zo werden we weer aardig wat wijzer. Bekijk het Kim-archief op rtvmaastricht.nl of op onze Facebookpagina. Vragen en opmerkingen stuurt u naar kim@rtvmaastricht.nl. Tot over 4 weken.